Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 14 juni 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag een paar morse woorden. Hebben ze nou wel of niet met de luchtvaart te maken? En een SSTV plaatje van een oord veel warmer dan hier in PD50. De Veeron zoekt een nieuwe voorzitter voor de PR-commissie van de vereniging. De Veeron Public Relations Commissie verzorgt het interne en externe communicatiebeleid, ofwel Public Relations, zoals te vinden in de vacature op veeron.nl. Het gaat erbij om alle publieke uitingsvormen van de vereniging, van papier tot aan Facebook. Daarnaast adviseert de voorzitter van de PR-commissie het Veeron HB. Het betreft dus een vrijwilligersbaan voor iemand met ervaring op het gebied van PR en communicatie. Het antennebureau van AT heeft een nieuwe brochure, alles over antennes, die zoals het antennebureau stelt voorziet in een behoefte vanuit de samenleving. Waarom moet die antenne per se hier geplaatst worden en niet ergens verderop? Of heb ik ook inspraak als er bij mij in de buurt een antenne wordt geplaatst? Dit zijn twee veelgestelde vragen tijdens voorlichtingen die AT geeft. Ook gezondheid is een terugkerend onderwerp. Wat doen de elektromagnetische velden die van antennes afkomen met mijn gezondheid? Vragen van de burger hierover worden beantwoord en ook wordt aangegeven waar telecombedrijven zich aan moeten houden bij het plaatsen van een antenne. Titel van het eerste hoofdstuk in de brochure is Waarom zijn er antennes? Verder wordt voor niet-technici aangegeven hoe antennes werken, wat de gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn en de regels voor het plaatsen van antennes. De brochure kan op papier worden besteld, maar makkelijker is natuurlijk om de PDF te downloaden vanaf www.antennebureau.nl. Rechts onder de foto op de voorpagina staat dan momenteel het artikel met als titel Nieuwe brochure. Met het artikel kun je ook de PDF downloaden. De site ham-dmr.nl met als eindredacteur PA3PM heeft een paar wijzigingen ondergaan. Meest in het oog springt de nieuwe URL hamdigitaal.nl. De site gaat dus niet meer met name over DMR alleen. Een nieuw artikel gaat bijvoorbeeld over een SDR-apparaat. Onderaan de site loopt een bannertje met breaking news waarvan Peter de Klok nog even moet bijzetten, want die loopt voor. Dat is overigens natuurlijk maar een kleinigheid. ham-dmr.nl ging al meer en meer over zaken, meer dan alleen DMR. Het is denk ik daarom een goede ontwikkeling. De Poolse DX'er Dom 3Z9DX meldt dat hij stand-by staat om ieder moment naar Noord-Korea te gaan voor een vervolg van zijn test van enkele maanden geleden vanuit het meest begeerde DXCC-land. Tom heeft bericht gekregen van de Noord-Koreaanse overheid dat ze hem zullen toestaan om gedurende 5 dagen actief te zijn vanuit het land dat niet zo makkelijk zijn deuren voor buitenlanders openzet. Op 20 en 21 december verscheen Dom voor het eerst spontaan vanuit het land en maakte toen 785 verbindingen, de meeste in Azië en toen op 15 meter. Aan het nieuwe bezoek zijn nieuwe regels verbonden. Hij mag maar op één band werken, ofwel 20, 15 of 10 meter en dat alleen in SSB. Boven Europa waren de afgelopen nachten bijzondere blauw verlichte wolken te zien. Deze blauw verlichte wolken bevinden zich aan de rand van waar de ruimte begint en worden gevoed door meteoroïden. Ze zijn te zien na zonsondergang, zo melden southgatearc.org en spaceweather.com en ze zullen heel gauw ook in Amerika te zien zijn. Op zondag 3 juli is het weer Alexanderson Day. Op die dag vinden er allerlei activiteiten plaats rond de Alexanderson machinezender in Zweden. De zender werkt in het VLF-gebied en is in feite niet meer dan een grote elektromotor met een dynamo, welke direct het nodige zendvermogen op de frequentie van 17,2 kHz opwekt. De signalen werden in het verleden vaak ontvangen met een upconverter voor een bestaande korte golfontvanger. Meer en meer wordt echter SDR gebruikt, waarbij op de geluidskaart van de PC een antenne wordt aangesloten. Vanavond vanaf 20:30 is de D-Star-ronde op XRF088B via D-Star, maar ook via DMR te beluisteren. Daarnaast kun je de ronde meeluisteren en terugluisteren via de website van Frans, Papa Delta 4, Fox, Mike, Juliet. Website is pd4fmj.nl. Om te luisteren kun je bovenaan op het tapje klikken.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar twee grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is, moet je eerlijk delen. Dus mensen, gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen.